Fuck you, man. Maar ja, natuurlijk! Ik zal het hierna nooit meer over hebben. De laatste keer. Hè? Hoe goed kennen we elkaar, dat gaan we vandaag eens testen. In het nieuwe seizoen moeten Bob en Ferry gedwongen samenwerken. En wij moeten al veel langer gedwongen samenwerken. Dus hoe gaan we dat testen? We gaan mekaars Wikipedia-pagina eens aanvullen. Die zien hoe goed dat we elkaar kennen. Spannend. Oké. Let's go. Frank Lammers, geboren te Mierlo op 10 april 1972, is een Nederlandse acteur en regisseur. Frank, god jongens, en de mogelijkheden zijn Johannes, Manus Geraldine, Albertus Gerardus Petrus Maria of Jaap Cornelis Sien. Dat weet ik echt niet. Jij bent een Brabander, hè? Ja. En een katholiek. En een katholiek. Need I say more? Dus zou ik zeggen dat je Albertus Gerardus Petrus Maria heet? Nou ja, dat zou in principe waar zijn, want dat staat wel op de Wikipedia-pagina, maar dat klopt niet. Meen het? Ja, dat is echt waar. Dan kan ik ook meteen zien of journalisten en hun huiswerk hebben gedaan of gewoon alles van Wikipedia hebben getrokken. Ik heet Frank Albertus Petrus Maria. Die Gerardus, waar die vandaan komt, mensen, geen flauw idee. Dus je hebt het fout. Ja, maar er is geen van de drie mogelijkheden. Ja, dat maakt niet uit. Dat klopt niet. Er is geen een van de drie mogelijkheden. Geen punten. Godverdomme, dat is veel te klein. Ik zie niks meer. In Nederland werd Frank in 2001 bekend bij het grote publiek door zijn rol in All Stars. Maar in Vlaanderen was hij al eerder te zien in de reeks Flikken, Baantje of Penosa. Ik heb ook in Flikken gezeten. Ja? Mm-hmm. Ik was een depressieve flik die zelf moest plegen. Een beetje hetzelfde als in een cover, ja. Maar dan zonder zelf. Penosa, dat klopt niet, dat is Nederlands. Jij hebt meegespeeld in Baantje. Ik kan het mezelf nauwelijks herinneren, maar het is wel waar. Yes! Ik was namelijk een Joegoslaaf en ik werd doodgemaakt. Dat was ongeveer het enige ook. En dan lag ik in de kippenstront met mijn broek op mijn enkels. Een top eerste rol was dat. Echt fenomenaal. Lammers is ook stemacteur. Naast rollen in films als Wreck-It Ralph en Spider-Man Into the Spider-Verse speelde hij ook een rol in de animatiefilm Siskin en Wiske, de Texas Rakkers, godverdikke. Of Tante Sidonia, of Lambiek, of Jerommeke. Tante Sidonia toch niet? Hè? Tante Sidonia. Waarom niet? Oh, fuck you, man. Maar je ziet er wel meer naar Lambiek uit, vind ik. Ja. Ik wil zeggen Lambiek. Maar natuurlijk! Ja. Ik ken u goed, vriendeke. Ja. Ik ken u goed. In 2020 heeft Frank Lammers tijdens de coronacrisis een film geschreven. Ik heb hem niet zelf geschreven. Ik heb wel mee bedacht, maar ik heb hem niet. Dat is zielig voor de schrijver. Staat dat weer fout op Wikipedia? Ja, blijkbaar. Groeten van Ferry, groeten van Jerry, groeten van Gerry. Ik hoop Jerry, want dat weten weinig mensen, maar wij noemen ons op de set Tom en Jerry. En Ferry, Tom en Jerry. Denk Jerry. Ah, fout. Groeten van Gerry, jongen. Er is al een vervolg op. Staat allemaal gewoon op Netflix. Kun je ook gewoon kijken. Ook nam hij deel aan de Vlaamse versie van De Slimste Mens ter Wereld, maar viel af na 1, 3 of 4 afleveringen. Niet lekker hoor, deze vraag. Na 1 aflevering mocht Frank Lammers al naar huis. Ja, ja, ja. Maar dat vind ik jammer dat je er niet bij vertelt dat ik jou daar wel een enorm plezier heb gedaan. Ja, ja. Met Hans van Aken. En, ja, Hans van Aken zat net van hem. Ik ben een Antwerp supporter. Ik heb hem eens goed een kleedje gepast. Dat was heerlijk. Tom Baas, geboren te Merksem op 7 november 1968, is een Belgisch televisiepresentator, televisieregisseur, acteur. Maar heet hij Tom Ivo Waas, Tom Marcelleke Waas of Tom Piet Waas? Piet? Hij heeft wel een Piet. Dat weet ik. Ik ga hetzelfde zeggen als jij. Het is fout. Het is fout. Fout op, echt waar? Het staat dan kan ik het ook niet goed het doen. Staat onvolledig op Wikipedia. Ja, dus dat klopt ook niet. Dus kan ik ook geen punt halen. Dan heb ik mezelf in de ik denk Ivo. Ja, dat klopt, maar het is Ivo Adrien. In principe is dat dan meer goed dan dat er bij mij gewoon een verkeerde naam in stond. Dus ik heb een half punt. Maar ik heb dezelfde foutkeuze gemaakt als dat jij doet, ja. Ja, maar Ivo klopt toch? Je heet toch Ivo? Nee, ik heet Ivo Adrien. Ja, maar er staat nergens dat het volledig moet zijn. Ambetante mens. Hij is daarnaast ook occasioneel, ja, zeer zeker zanger. Want tres. Tres, por favor. Tres. Wij gaan zeggen zanger. Is goed. Dat blijft mij te volgen. Ja. Behalve op de voetbal of zo, ja.
Als ze heel leuk. We stapten in Spanje van het vliegtuig en mensen kwamen maar. Hé, de dos! Dus dat is die, de Tom of de Waas, de dos. Volgende vraag. Dat heb je verteld. Zijn allereerste rol op tv speelde je in een succesvolle reeks. Vul aan, Flikkerbaantje of Windkracht 10. Ja. Ik heb het verklapt. Het heeft het verklapt. Of hij heeft het verkeerd verklapt. Ben jij zo geslepen? Dan ben ik echt een genie. Je hebt wel ook in Windkracht 10 gespeeld. Nee? Maar ik zeg Flikker. Ja, goed gelijk. Is goed. Dat was alweer goed. Ik ben aan mijn rol. Godverdikke zich. In 2008. Ik heb hem net gezongen. Moet ik hem nog een keer zingen? Hey, Dos. Olle, kom maar. Top testosteron waarin je how-to handleidingen uitprobeerde. Met als doel aan het einde van het programma een bepaalde uitdaging te voltooien. In het programma lanceerde hij de slagerhit die onmiddellijk als zomerhit gehyped werd. En zijn neus werd gebroken. Blijft een van mijn favorieten. Ik zal het er hierna nooit meer over hebben. De laatste keer. Ja, dat is fantastisch. Dat Tom Waas denkt dat hij tegen de wereldkampioen boksen vrouwen kan boksen, is echt, ja, hoe zal ik het zeggen? Hubris ten top. Oogkast gebroken, neus gebroken. Grappig was, ik heb 6 maanden getraind bij Daniela Somers. En die heeft me echt de ring ingestuurd en ik was 100% overtuigd. Dat komt binnen. En dan heeft hij tegen de regisseur gezegd, zie dat de camera's draaien, want het gaat niet lang duren. Een van de uitdagingen voor de reeks van 2010 was zijn deelname aan de Marathon des Sables. Hij slaagde er ook in om in het Guinness Book of Records te komen met de competitie. De meeste cijfers van Pio opnoemen, zo snel mogelijk een pizza eten. De meeste bierblikjes geopend in 1 minuut. Nou, ik denk niet zo snel mogelijk een pizza eten. Dat is te kinderachtig. Maar zoveel kan je helemaal niet onthouden. Ik moest er... Wat? Nee, niks. Ik moest er wat? Oh, je hoeft er niet veel te onthouden. We doen de cijfers van Pi. Oh, dat is fout. Dit is fout. Ik ben de snelste pizza-eter ter wereld geweest gedurende 4 jaar. Dat weet jij toch? Dat weet jij, weet hoe snel ik eet tijdens de lunch? Ja. Is het gedaan? Het is gedaan. Nou ja, dan hebben we een gelijkspel, hè, of dat halve puntje. Maar goed, laten we dat... Ik zeg gelijkspel. Vind ik mooi. Spreek wel. Spreek af. Ja, zet mijn kop nog altijd niet bij. Wel, vanaf nu staan al mijn oude avonturen op VRT nu. Dus je moet gewoon hier klikken. Het is alles, hè. Dus Tom Tistrom, Reizen Waas, Wouters versus Waas, Undercover. Het is gewoon hier klikken. Allee, klik dan.